Dit is Spirulina's opvang. Zoals je ziet is het een hele langgerekte stuk land. En aan weerszijden zitten de tuintjes, of hoe je het ook hokken. Waar een aantal honden meestal per twee verblijven. En hier zie je de beroemde Beppels en Bianca, die natuurlijk zeer bekend zijn. En dan zie je dat iedere hond, dat ziet er niet echt heel mooi uit. Een soort huisje hebben. Met plastic eroverheen, wat uit wat stukjes hout bestaat. En we willen dit eigenlijk heel erg graag gaan opknappen, dat iedere hond een goed verblijf krijgt. En goede hekken, goede sluizen er ook tussen. Want zoals je ziet, straks gaan we verder naar achter, dan zie je alweer een tussensluis. En lopen we even door naar achter. Gelukkig is hier wel water, maar geen stroom. Dus dat moet er ook gaan komen. Spiridula is een beetje bang voor een generator. Dat vindt ze eng met benzine. Dus wat we eigenlijk zouden willen zijn zonnepanelen. Dat zou het meest vriendelijk zijn. In de winter wordt het hier natuurlijk snel donker. En dan loopt Spiridula met een lampje op haar hoofd al deze honden de hokken schoon te maken. Water te geven, te voeren. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet te doen. Nou, hier heb je dan een sluis. Dan zou ik moeten zorgen dat dit ook een betere sluis wordt. Daar zie je trouwens een lamp hangen. Maar er is geen stroom. Dus we zouden eigenlijk allemaal dit soort grote bouwlampen willen neerhangen met stroom. Dat zou het voor Spiridula stukken makkelijker maken. Ik doe even een tussensluis open. Ja? Nu zijn we het tweede stuk van Spiridula, wat ook weer afgezet is met een sluis, zoals jullie het zien. En ook overal olijfbomen, dus dat geeft natuurlijk voor de honden best wel heel veel schaduw. Maar de hokken zijn allemaal, je kunt het eigenlijk amper goede ruimtes voor de honden noemen. Dus dat zou heel mooi zijn als we daar misschien stenen hokken kunnen maken. Dus het kan heel eenvoudig, maar waar ze goed onderkomen hebben. En we lopen naar hier Spiridula. Jezus. En overal aan weerszijden zie je overal hokken. Misschien goed om te zeggen dat Spiridula hier alles alleen doet. Ja, dat you are doing everything alone. All by yourself. Elke dag weer, dag in, dag uit. Water geven, voeren, et cetera, et cetera. Onkruid bieden. En nu komen we in het achterste gedeelte. En daar zitten eigenlijk de meeste puppy's, of alleen maar bijna puppy's. En heeft ze ook nog wat pensionhondjes. Hier heeft ze dus eigenlijk ook allemaal tuintjes. En met allemaal puppy's. Morgen gaan deze vier... Twee fluffballetjes gaan naar Frankrijk uiteindelijk. En nog twee puppy's gaan morgen ook mee naar Nederland. Hier heeft ze dan... er moet dus heel erg, zoals jullie allemaal zien, opgeruimd worden. Je wilt eigenlijk deze hele... Die gangen moeten eigenlijk helemaal vrijkomen. Omdat er dan gewoon aan weerszijde goede ruimte voor de honden is. Achterste kennel, daar zitten even pensionhonden. Dus dat kan je ook zien hoe anders dat hier is. Dat je honden, Grieken hun honden hier geven van hier doe ik mijn hond in pensioen. Ja. Dat is toch wel iets anders dan wij gewend zijn. Het is niet een 5-sterren hotel, zullen we maar zeggen. En dan helemaal achteraan zie je nog een stuk land. Wat is de bedoeling dat het hotel waar bij Louise is, dat... Het hotel wil daar eigenlijk een plek voor Louise maken. Goede hekken en goede hokken, dus daar moeten we eigenlijk wel op ingaan. En dan zouden de hondjes van Louise, de blaffers zeker, die heel erg veel blaffen, die zouden dan hier naartoe kunnen komen. Kijk, als je nou terugkijkt, prachtig toch?
prachtig dit. Dus het is een heel lang gerekt stuk land met aan weerszijden eigenlijk tuintjes waar de honden zitten.